We zijn vlakbij het scheepswrak. Gooi het anker uit bij het strand. Klaar met je uitrusting? Ik heb de gear, het macho zwempak en meer pit dan jij voor mogelijk houdt. Ik ben een hit met superstiep. Cool, Daddy-o. Ik zou die opgeblazen lucht maar eens uit de duikflessen gaan halen. Yo, met een beetje bling. Hé, hey man, probeer maar wat je wil. Maar jij zal nooit mijn essentiële stijl weten te vagen. Ongrijpbaar en onaantastbaar. Maar maakt niet uit. Laat me horen die praatjes van jou. Jij hebt je eigen leven. Mooi. Je doel ligt voorbij het rif. We zoeken nog wat meer van deze kanonschot versterkingsringen. We varen de boot boven het wrak en laten een mand zakken waar je ze in kunt doen. Bro, ik pak een stel van die ringen en drop ze in je mandje. Big time. Vet! Hey, wil je diepteverbeteraars voor je duikmasker? Dan zie je de haaien beter. Hey, duiker. Gebruik de actietoetsen om naar voren, links, rechts en terug te gaan. Met de R1-toets schiet je de harpoen af. We hebben het schip verlegd en laten een mand zakken waar je de kanonsringen in kunt doen. En een wijze raad. Als een haai aanvalt, gebruik dan één van de toetsen rechts om zijwaarts te zwemmen. Kan het verschil zijn tussen leven en dood? Uitstekend! Deze kanonsringen zullen van onschatbare waarde zijn in de strijd tegen de doodskop. Zonder deze upgrade waren onze kanonnen nog geen krasje. Nog 5 en we zijn zover. Dat is 2. Nog maar 4 meer. Je bent geweldig, Dimitri. We hebben een paar kanonsringen aan boord.
Maar we hebben een hele set nodig om een gesynchroniseerd schot af te vuren. Je zit op de helft. Nog maar 3. Nog maar 2. Zijn we helemaal klaar met die piratenbende. Je bent een 24 karaat schouderster in het Cooper-team. We zijn klaar voor de strijd tegen de doodskop. We zullen zien hoe slim Luffy is met een kanonskogel op zijn kop.